leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een HEMA shoplog voor je. En het is volgens mij best wel lang geleden dat ik enkel een video kon wijden aan HEMA spullen. Ik heb de laatste 2 maanden, het is van 2 maanden, wat meer dingetjes gekocht die ik leuk vond. Er zit gewoon van alles wat zit er wel bij. Dus ik dacht, nou, het is wel leuk om daar een shoplog van op te nemen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de dingetjes die ik heb gekocht bij de HEMA, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen in beeld neerzetten. Ik zit er ook wat dingen bij, die heb ik gewoon in de sale gekocht. En je zou altijd even de website in de gaten kunnen houden van misschien is er op een artikel nu inmiddels ook wel weer sale waar ik bijvoorbeeld geen sale op had. Het is zo verschillend. En er zitten wat dingen bij van 1 per se gratis. Maar dat zet ik gewoon allemaal in beeld neer. Net zo makkelijk. Dan gaan we aan beginnen. Het eerste wat ik heb is dit jurkje. En dat is een leuk roze lang jurkje. Ik vind hem zelf heel erg leuk. Ik zal hem ook even aantrekken straks. Ik heb hem in een maatje S. Normaal gesproken was deze jurk 25 euro, maar deze is bijvoorbeeld in sale gekocht. En ik vind hem wel heel leuk. Hij heeft aan de zijkant 2 splitjes. Leuk roze. Ja, we hebben nu nog best wel mooi weer, dus je kunt het nog makkelijk aan. Maar ook eventueel wel met een vestje eroverheen. De stof is natuurlijk wat dunner. Ik weet niet precies welke stof dit is. Ik zal even kijken of ik dat erin zie staan toevallig. Misschien fijn om te weten. Daar hebben ze allerlei stickertjes overheen geplakt. Het is katoen, dus dat is heerlijk natuurlijk. Vooral voor de warmere dagen die eventueel nog komen. Dus dat is dit jurkje. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Het jurkje zit heel erg lekker om het lijf. Je ziet wel dat hij een beetje doorschijnt. Dus je moet wel echt uitkijken met wat donker ondergoed erom. Je ziet heel goed dat mijn hemdje er bijvoorbeeld doorheen komt. Maar het is echt wel een heel erg fijn stofje. Ook de lengte vind ik heel erg leuk. En dan die splitjes aan de zijkant. Dat maakt het echt een heel fijn jurkje voor de wat warmere dagen. En ik word er wel heel erg blij van zelf. Dan kocht ik een shortama. En deze is van Takkie. Als je mij volgt weet je dat ik gek ben van Takkie. En deze is van katoen. Ik heb deze wel in een maatje M, want die hadden ze niet in S. Maar op zich, een pyjama is iets ruimer ook wel lekker. Want dan kun je er gewoon wat lekkerder in bewegen. Ik zal hem er ook even uithalen. Dan kun je hem even zien. Het is gewoon een goed stofje. Hij is gewoon heel erg leuk ook om te zien. Maar ik zal hem ook even aantrekken, zodat je kunt zien hoe het staat. Leuk gewoon al die takkie figuurtjes erop. Katoen is altijd heel fijn, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. De shortama zit eigenlijk heel lekker voor een emmetje. Er zitten dus touwtjes in de broek waardoor je hem aan kunt strikken. En juist omdat hij wat ruimer zit, vind ik het met slapen denk ik ook wat lekkerder dan dat het heel strak om je lijf heen zit. Het valt eigenlijk nog wel mee hoe groot hij zit. Een S'je was goed geweest, maar dit kan prima. Dan heb ik ook een leuk vestje gekocht. Deze was ook in de sale. Deze was normaal gesproken 25 euro, maar is nu afgeprijsd. Deze heb ik in een maatje S gekocht. Met een streepje, dat zie je best wel veel. Misschien gaat het er ook alweer uit, maar ik heb het idee dat je het nog steeds wel veel ziet met een streepje. Gewoon een heel erg lekker vestje, wat je gewoon lekker overal overheen kan dragen straks met de herfst. Dus wel super leuk. Ik ben ook heel benieuwd hoe die zit. Ik heb hem nog niet gepast. Deze is gemaakt van... zal ik eventjes kijken. Want het is altijd wel fijn om te weten. Als ik dat zie staan. Hoor. Want ik zie hier helemaal geen dingetje in zitten. Dat is wel gek. Normaal gesproken zit er toch altijd zo. Nou, die zit er hier dus niet in. Dus ik kan je niet vertellen waar die van gemaakt is. Zal ook niet hierop staan. Nee. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ik ben wel benieuwd hoe die staat. Ik denk wel zelf dat ik er iets onder zou dragen. Omdat de knoopjes die gaan niet helemaal tot boven aan toe dicht. Ik vind het zelf niet zo fijn om er dan bijvoorbeeld geen hemdje of zo onder te dragen. Maar dat is een keuze die je zelf maakt. Dus dit leuke vestje, daar ben ik ook wel heel blij mee. En ik ben ook wel benieuwd hoe alles staat straks. Want ik heb het zelf ook nog niet gepast. Dus dat is voor mij ook nog een soort van verrassing. Het vestje zit eigenlijk super goed voor een S'je. Je kunt hem best wel hoog nog dicht maken. Ik heb er zelf wel een shirtje onder gedaan. De mouwen zijn ook lekker lang en hij zit gewoon echt super lekker. Ik vind het echt een heerlijk vestje voor straks als de warmere dagen over zijn en de koudere weer aanbreken. Dus ik ben er heel blij mee eigenlijk. Staat ook wel heel leuk die streepjes vind ik zelf.
Dan heb ik een emmer gekocht die ik bijna liet vallen. Dit is een leuke roze emmer. Als jullie weten, hou ik van roze. En ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is lekker diep en ik maak natuurlijk best wel veel schoon. Ik gebruik momenteel een klein emmertje wat heel goed bevalt. Maar een emmer is ook handig als je een keer ziek bent. En dan is een diepere toch wel handig. Ja, ik heb deze, maar die kan ik dan ook lekker gaan gebruiken om het schoonmaken. Gewoon met een handvat eraan. Ik vond hem te leuk, dus ik dacht, ja, die wil ik heel graag hebben. En ik had eigenlijk wel een emmer tekort. Daarom heb ik hem ook gekocht. Nou weet ik wel dat je bijvoorbeeld bij andere winkels waarschijnlijk veel goedkoper een emmer kan kopen. Maar deze vond ik gewoon super leuk, omdat hij roze was. Dus daarom heb ik voor de Hema emmer gekozen in een roze kleur. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik nog twee topjes gekocht. Deze ga ik niet aantrekken omdat ik het niet prettig vind om in dit soort topjes op internet te verschijnen. Dat wil ik gewoon voor mezelf houden. Dat pas ik zelf en dan ga ik dat niet laten zien. Dus dan weet je dat alvast. Ik heb ze in een maatje M. Ze hadden geen S ook. Althans, toen ik er was niet. Maar M is eigenlijk ook wel prima, want een topje mag best iets ruimer zitten. Het zijn gewoon eigenlijk gewoon van die topjes die je ook kunt vervangen als BH. Want hier zit, dit is dan de voorkant. Maar ik vind het ook van die heerlijke topjes om in te slapen. Dus ik heb een blauwe. Je hebt ze ook volgens mij wel in wat grotere maten. Ze gaan, staat hier, tot XXL. Daar zouden ze tot gaan. Dus je zou hem dan aankunnen tot en met cup F, als het goed is. Maar goed, dat is wel heel erg verschillend. Er staat een matenbelletje op. Dat is een blauwe variant, maar ik heb hem dan ook in het roze. En ook gewoon, net wat ik zeg, ik vind ze heerlijk om in te slapen. Maar bijvoorbeeld, het zijn gewoon altijd van die handige topjes waar ik zelf wel heel benieuwd. En mijn moeder die had er ook een aantal. Die zei, ze zijn echt heel erg fijn. Dus toen dacht ik, dat wil ik er ook wel eens twee van proberen. Dus dat zijn deze. Daar ben ik ook wel blij mee. Dan heb ik nog een leuk blouseje. Dat is deze. Het is een lekker stofje. Ook roze met korte mouwtjes. Volgens mij zit ook katoen. Deze was normaal 20 euro, maar ik weet dat deze ook in de sale was. Ik heb hem in een maatje S. Even kijken of hier dan wel in staat wat voor materiaal het is. Het is katoen, 100% en daar hou ik van. Gewoon een leuk luchtig blouseje voor de dagen dat de korte mouwen prima kunnen. Ik vind hem wel vrij ruim eruit zien voor een S'je, maar gaan we aan de achterkant al zien. Kijk, heel leuk, zo'n V'tje loopt hier in de achterkant. Dan moet je wel wat onderaan doen, want hij schijnt wel door. Want kijk, je ziet hier nu, ik denk dat je mijn hand er doorheen ziet. Het valt mee, maar gewoon iets eronder is natuurlijk altijd wel fijn. En hij heeft ook een zakje op de borst, wat je normaal niet zo vaak ziet. Volgens mij bij vrouwenbloesjes. Volgens mij is het wel meer voor de mannen, maar maakt niet uit, weet je wel. Dat geeft ook niks. En deze kan je ook nog prima aan met een vestje eroverheen, hè, straks in het najaar. Het blouseje valt eigenlijk heel goed. Hij zag er best ruim uit. Hij zit misschien ook wel iets ruim, maar hij zit eigenlijk verder wel heel erg lekker. Het doorschijnen valt eigenlijk ook wel mee. Ik dacht dat het erger zou zijn, maar het valt me reuze mee. Je zou hem ook nog leuk in een broek of in een rok kunnen steken, maar ik vond hem zo los eigenlijk ook wel leuk staan. Dan heb ik een zakje gekocht. Dit is een zakje en dat is eigenlijk voor een blok schuimzakje. Hier kun je namelijk zeep in doen. En dan kun je met dit zakje, dan kun je hem dichtmaken met het touwtje. En hiermee kun je dan je eigen wassen. Verkopen ze ook blokken zeep bij de Hema? Ik heb het zelf nog niet gekocht. Ik wil het nog wel een keertje proberen. Je hebt verschillende geuren. Ik heb onder andere een tempoesgeur gezien. Maar ik heb zelf nog wat zeep liggen. Waarvan ik dacht, dat kan ik dan eerst gewoon opmaken in zo'n zakje. Het vervelende natuurlijk van een blok zeep is dat als je het gaat gebruiken onder de douche, dat gaat zo lekker glibberen. Nou, dan doe je hem in dit zakje. Die maak je dicht en dan kun je dan dat zakje maak je nat onder de douche en dan kun je zo over je huid heen gaan. Hij voelt nu wat ruw. Ik ga ervan uit dat hij onder de douche iets zachter wordt. Maar ik vind dat wel een hele handige oplossing, want anders laat je steeds je zeep vallen. En ik doe er dus eerst gewoon normale zeep in, maar ik wil dus eigenlijk nog wel een keer zo'n blok schuim zeep
zo'n blok schuim zeep proberen. Je hebt hem in verschillende kleuren. Ik heb uiteraard een roze gekozen. Ik ben eigenlijk benieuwd, misschien als jullie al zo'n zeepblok hebben uitgeprobeerd, wat jullie daarvan vonden. Laat het dan zeker even weten, want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik heb in ieder geval gewoon een basic zakje. Dan twee folieballonnen van een 3. Ik ben bijna jarig en ik word 33 en ik vond het toch wel leuk om een ballon neer te hangen. Dit zijn gewoon die van 35 centimeter, die vind ik een prima formaat hebben. Ze zijn niet eens heel duur, ze zijn bij de Action zo wel goedkoper. Alleen dat is altijd zo'n zoektocht en soms dan zijn ze zo mega groot. Of je kunt de bepaalde cijfers niet vinden omdat alles door elkaar ligt. Dus ik dacht, ik neem ze gewoon bij de HEMA mee. Er zit gewoon zo'n rietje bij. Ik gebruik eigenlijk altijd een eigen rietje, want ik vind dat, dat karton helemaal niks. En dan heb ik gewoon twee leuke drieën voor bij mijn verjaardag. En ja, ik vind het altijd wel leuk, zo'n folieballon. Ze verkopen ze van 0 tot en met 9. Ze zijn ook extra sterk. Je kunt ze ook weer leeg laten lopen, dus je kunt ze ook altijd weer hergebruiken. Dus dat is wel fijn. Stel dat je dit elk jaar zou willen doen, dan hoef je niet elk jaar steeds een nieuwe te kopen. Ja, eentje erbij voor je leeftijd. Maar sommigen vinden het misschien meer voor kinderen, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een pyjama. Dit is een, wat heb ik deze? Een esje. Dat is deze. Van Takkie ook. Die vind ik ook echt super leuk. Leuke Takkie pyjama met, ja, dit is gewoon een ja, big shirt. Ik heb hem zelf al in het zwart en die vond ik zo fijn. En toen zag ik hem in het groen. Ik dacht, oh, dat is wel fijn. Past ook bij deze. Hele fijne shirts zijn dit gewoon. Die je gewoon ja, heerlijk kunt dragen. Waar ik zelf wel heel erg blij van word. En ik merk wel. Ik hoor heel vaak dat mensen ook wel zeggen. De HEMA is best wel duur. En met sommige dingen ben ik het daar zeker mee eens. Maar ik merk bijvoorbeeld. De kwaliteit is ook wel heel goed. Dat merk ik bij pyjama's heel erg. Ik heb ook wel een aantal pyjama's van een Zeeman of een Vibra. En ik merk toch dat de kwaliteit minder is. Het is minder sterk. En er komen sneller gaatjes in. Dus ja, in feite. Als je dan steeds een nieuwe moet kopen. Ben je het ook wel kwijt. Dus daarom heb ik deze dan ook nog gekocht. Dus ook super leuk. Van dit nachthemd wist ik al dat hij heel erg lekker zat, omdat ik hem al in zwart heb. Hij zit lekker lang. Hij valt ook best wel ruim voor S. Maar ik vind de stof ook gewoon echt heerlijk. En ja, ik hou gewoon echt van deze pyjama. Ze zitten zo lekker. Dan heb ik een hardcase voor mijn AirPods. Ik heb dus van die oortjes waar ik echt heel erg blij mee ben. En Nathalie die had deze. En die zijn dus heel erg handig, want er zit aan de achterkant iets waardoor je hem makkelijker kan resetten, zal ik zo laten zien. Deze zijn voor de eerste en de tweede generatie. Je had hem in het mintgroen en in het bruin. En eerst twijfelde ik. Nathalie zei, ik vind het eigenlijk wel een leuk kleurtje voor jou. Nou, wil je er ook uit? Dat zou wel fijn zijn. Kijk, dit is hem dan. Hij zit nu gewoon zo. Je hebt hier ook een aan de zijkant iets waardoor je er een koordje aan kan hangen. Maar het gaat eigenlijk om die achterkant. Kijk, hier zitten twee uitsparingen. AirPods die hebben uitsparingen. Die hebben twee van die knopjes achteraan zitten. En als je hem een keer moet resetten, moet je die knopjes ingedrukt houden. Met de meeste hoesjes lukt dat dus niet, omdat je dan het hele hoesje eraf moet halen. Maar bij deze kun je ze dan gewoon al indrukken. Ze hebben ook een soort van slangenprintje, lijkt het. En ja, deze is dan bruin. Ik weet alleen niet helemaal waar dit gaatje aan de voorkant voor dient. Maakt niet heel veel uit, maar hier kunnen dan je oortjes in. Ik zal ze er even bij pakken, dan kunnen we ook gelijk even zien hoe het staat. Dit is dat knopje waar ik het over heb, die je dus ingedrukt moet houden om hem te resetten. Dan zal ik hem er dus even instoppen. Als het goed is, lukt dat dan. Kijk, zo ziet hij er dan uit. En dan zie je hier gewoon, als je hier nu op drukt, dan voel je dat knopje. Als ik op die onderste druk, voel ik dat knopje. En dan zit hij gewoon zo vast. Dus dan ziet het er zo uit. Het is wel super leuk. Ja, ik vind het wel een heel leuk hoesje zo. Dus daar ben ik wel blij mee. Was een goede tip. Dus die kan je opvolgen. En aan de onderkant zit gewoon een opening dat je ze kunt opladen uiteraard. Maar dat is natuurlijk ook wel handig. Nog een pyjama. Nog een shortjama. Deze is van Nijntje. Kijk, die ziet er zo uit. Ik zal hem weer even uit het verpakkingje halen. Want het is wel zo handig natuurlijk. Ik had dit online besteld en dan krijg je hem dus in verpakking binnen, want ik heb zo'n klein HEMA'tje, heel vaak hebben ze dit niet. Ook wederom een emmetje en dit is met Nijntje. Ik ben dol op Takkie en Nijntje. Nijntje vind ik ook echt fantastisch.
Ook deze is van Cartoon. Ja, wat ik al zei, het slaat gewoon iets lekkerder als je een wat groter maatje neemt dat je goed kunt bewegen. Ik hoop alleen dat de broekjes ook goed zitten, maar dat gaan we uiteraard zo meteen zien als ik het aantrek. En het is gewoon een leuke nijntje print, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ook deze is superleuk en ja, ik ben er wel heel blij mee. Dus ja, de kwaliteit is voor mij gewoon heel fijn. De shortama van Nijntje zit eigenlijk precies hetzelfde als die van Takkie. Hij zit gewoon helemaal goed. Wederom de touwtjes die je aan kunt strikken in het broekje. Heel erg leuk vind ik op het broekje al die kleine gezichtjes van Nijntje. En dan op het shirt de grote afbeelding van Nijntje. Het zit gewoon echt super lekker. En ja, ik hou ook wel van katoen. Want dat is heel fijn. Dan heb ik ook nog een leuke handdoek. Deze had ik gekregen van mijn moeder, maar wilde ik wel laten zien. Want het is een hele grote microvezelhanddoek van Takkie. Kijk, dat is hem. Je hebt, hij is 110 bij 175 centimeter en 160 gram. Je had verschillende printen. Hij is dus best wel groot. Misschien dat ik een plaatje in beeld kan neerzetten hoe die er echt uitziet als hij helemaal uitgeklapt is. Als ik hem nu helemaal moet uitklappen, kan ik dat toch niet goed in beeld neerzetten. Maar hier zie je ook al even dat plaatje. Maar het is wel een hele lekkere handdoek, dus die ga ik lekker wassen. Die leg ik in mijn douche neer. En ja, nou ga ik eigenlijk nooit zwemmen, maar zou ik bijvoorbeeld een keertje zwemmen of zo, kan ik natuurlijk ook lekker meenemen. En hij is ook lekker zomers, want Takkie heeft een zwemband om en een hele leuke strandbal op zijn neus. Dat vind ik wel leuk. En hij is super absorberend. Het is echt een super leuke handdoek. En dan heb ik een kleine cleansing water gekocht. Ik vind dit soort dingen fijn om mee te nemen in mijn tas. Ik had laatst bijvoorbeeld een tijdje geleden toen vroeg Natalia mij, heb jij make-up remover bij je? Nou, dat had ik niet. Toen zag ik dat ze bij de HEMA van die kleintjes hadden. Hier zit 50 ml in. Het zijn eigenlijk van die reisformaatjes. Maar ik dacht, hey, die zijn wel handig voor in mijn tas. Die waren op dat moment ook echt goedkoop. Ik weet ook niet of ze ze inmiddels nog verkopen, want het is natuurlijk meer zo'n zomeritem. Maar het is eigenlijk gewoon een micellair 3-in-1 water. Hij is voor alle skintypes en je kunt hem voor je gezicht, ogen en je lippen gebruiken. Die doe ik dus lekker in mijn tas en heb ik altijd bij me. Ik heb ook nog wel eens dat mijn make-up uit wil lopen na een dag en dat je bijvoorbeeld nog even door moet met een feestje. Dat het halverwege de middag dan uitloopt, dan denk ik van nou kan ik het even mooi bijwerken. Dus even gewoon zo'n cleansing wattetje. En dan het allerlaatste item is ook weer een pyjama en dat is deze. Dat is deze, ook wederom van Takkie. Maar dit is een hemdje en deze vind ik ook heerlijk om in te slapen. Deze heb ik wel in maatje M ook, maar ik vind de kwaliteit zo leuk en het zit zo lekker. Dus ik dacht, ja, dit wil ik. Dus die heb ik ook gekocht omdat ik hem echt gewoon ja, fantastisch leuk vind. Dus ik dacht, nou, die vind ik ook wel heel fijn. Ik vind het dan lekker bijvoorbeeld met zo'n sporttopje. En dan ja, doe ik hem daar gewoon overheen. Dan kan ik er ook heerlijk in slapen. Ik ben wel benieuwd hoe die zit qua lengte. En het is dus allemaal van diezelfde groene collectie. Maar ja, dat zien we zo meteen als ik het aangehad heb. Maar ik ben er in ieder geval wel heel erg blij mee. Ook deze pyjama zit weer heerlijk. Hij heeft een mooie lengte. Hij valt wat lager op de rug. Nu zie je mijn hemdje eronder zitten. Je kunt de bandjes niet verstellen. Vind ik zelf niet zo heel erg. Want hij zit bij mij heel mooi. Want als je die bandjes kunt verstellen. Soms kan dat een beetje pijn doen met slapen. Of gaan irriteren. Maar ook weer een heerlijk stofje. Dus hier kan ik heerlijk in slapen. Dan waren dit al mijn aankopen die ik bij de HEMA heb gedaan. Ik ben er allemaal heel erg blij mee. Zoals ik al zei, het is niet allemaal van één keer. Dus het lijkt misschien nu heel erg veel. Ik vind het wel leuk als HEMA sale heeft om eens even te kijken van zijn er nog leuke items. En ik ben nu best wel goed geslaagd. Ja, het is vooral natuurlijk veel slaapkleding en wat kleding, wel wat andere dingen, maar nou, ik vond het toch wel heel erg leuk om jullie te laten zien. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie het leukste item vinden wat ik dit keer heb gekocht. Misschien vond je ook helemaal niks leuk, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat de Takkie en Nijntje je ding moet zijn. Ik vind het zelf super leuk, maar het kan ook zijn dat jij er zelf niks mee hebt en dat is ook prima. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!